Hoi, hier ben ik met Snoei en Bloei. Ik heb de groep Alternatera's eruit getrokken, de Rosaefolia. De vaantjes heb ik teruggeplaatst in het aquarium. Die heb ik zojuist, net zoals je in het vorige filmpje hebt kunnen zien, netjes gang afgeknipt. Dat straatje staat er nu in. Ik wil de Alternatera vanwege zijn rode kleur heel mooi terugbrengen in die achteruit in de zijkant van het straatje. Vanwege het mooie blad- en kleurcontrast. Nou is deze in mijn vakantie aardig gegroeid. En ik heb twee blaadjes er even uitgehaald. Zal ik wat dichter bij de camera houden voor je. En dan kun je eigenlijk zien hoe de onderste bladeren veranderen. Dit houdt ook in dat de reden is voor mij om zo in die stengels toch wel wat kaler te maken. Aan de voorkant ga ik dan zorgen dat ik ze trapsgewijs wegzet. Zodat ik de mooie volle toppen aan de voorkant kan laten staan. Dat is best wel even een werkje. Ook hier ga ik weer gebruik maken van de schaar. Maar ik heb hier ook een hele mooie stengel. En dan zie je lood oplopen. Nou, zo'n type lood trek ik gewoon uit zijn oksel weg. Leg ik even apart. En die komt straks voor mij aan de voorkant. Deze ziet er vrij gaaf uit. Ik wil hem op een bepaalde maat hebben. En daar heb ik eigenlijk mijn meetlint voor gepakt. Ik zou hem bijna automatisch knippen. Maar ik moet hem op de 35 centimeter ongeveer hebben. Mijn bak is 65 hoog. En anders zou ik de groep weg laten vallen achter de vaantjesstraat. En dan ben ik het effect kwijt. Ik knip hem hier af. En ik doe het zelfs bij de vaantjes. Ik trek gewoon die hele riedel er daarvan af. Ik leg hem even hier naartoe. En hetzelfde geldt voor deze. Die is al ongeveer op de gelijke hoogte. Ik heb nu gelijk een hele mooie maat om de eerste paar stengels goed weg te zetten. Ik ruim gelijk even wat blad op. Anders ligt me dat zomaar alleen maar irritant in de weg. Daar hebben we een prullenbak voor staan. Ook hier. Selecteer ik gelijk mooie jonge loten eruit die aan de voorkant kan komen te staan. En ook hier trek ik het blad er weer van af. Ik leg hem even bij de andere loot neer die ik ervoor had. En zo maak ik eigenlijk een selectie van dat wat ik terug wil zetten. En wat ik zeg van dit zou weg kunnen eventueel. Het is een redelijk beschadigde onderkant, maar die kan aan de voorkant natuurlijk wel weer gewoon uitlopen. Ook hier even die onderste bladeren weg. Zelfs die jonge uitlopers haal ik er dan even van af. Als ik hier heel veel jonge uitlopers op heb zitten, halen die de voeding van de stengel weg, waardoor die minder groot wordt. Ook deze kan ik heel simpel knippen. Heb ik ze straks zo allemaal gedaan? Ik zal nog één lange laten zien. Dit is bijvoorbeeld een hele mooie grote frisse. Een mooie volle top. Die wil ik echt boven in het aquarium terugzien straks. Die pak ik weer op die 35 centimeter. Bam. Bij dit oksel. Ik pak mijn schaar. Knip. En ook hier trek ik gewoon deze bladeren er allemaal af. Die worden straks. Die kale stengel wordt straks verborgen. Als je dit zo bekijkt. Dan heb ik de stengels op elkaar leggen. En dit stuk gaat in de bodem. Vanaf mijn duim. En dit staat er dan een beetje bovenuit. Met een blaadje hier. Onze bladeren krijgen minder licht. Dus dat er wat minder blad zit is helemaal niet zo erg. En het ziet straks er weer uit als een totaal verzorgde groep. En dan mag het de komende 14 dagen weer groeien. Maandag is automatisch mijn waterverversdag. En dan zal ik de planten ook weer hun voeding geven. In dit geval met de groeipower. Deze vind je terug in onze webshop. Dank voor je aandacht.